Dames en heren, wat super dat je weer luistert. We gaan het vandaag wederom hebben over Game of Thrones tijdens deze podcast. Lekker spoilen. En misschien hebben we er wel helemaal niet zoveel verstand van. Maar we vinden het zo leuk. We willen er gewoon even over babbelen en dat doen we natuurlijk. Met behulp van de kijkers, die kunnen ons opvangen. Als wij iets dom zeggen, zeggen zij nee. Moet je eens even goed luisteren, mannetjes. Dit doen ze via Discord. En dit zijn de Twitch-subscribers die ons steunen. Ja. In de vorige aflevering hebben we wat dingen besproken. Heb ik even wat comments bekeken. En bijvoorbeeld een paar dingen zoals de draak hadden we besproken. Waarom deden ze de Tyrion niks? Mensen zeiden, die draken zijn gewoon slim. En ik dacht, misschien zag ik ze te veel als wilde dieren. Gewoon dat ze slim zijn voor wilde dieren. Maar de comments zeggen allemaal, nee, dat zijn gewoon draken. Ze verstaan hem gewoon. Ze zijn echt gewoon intelligent genoeg om hem te begrijpen. Ze zijn gevangen genomen. Waarom maar hij zei ze helemaal niks. Hij kwam binnen en ze viel hem gewoon niet aan. Ja, maar ze zag hem niet als een gevaar. Waarom zouden ze hem direct doodmaken? Laat even kijken wat hij doet. En dan kunnen we hem altijd nog doodmaken. Dat is wat de meesten van de comments zeiden. Ik dacht eigenlijk van, weet je wat? Als ze slim zijn, dan is dat helemaal niet zo heel raar eigenlijk. Ja, maar ze hebben eerder in een serie echt meerdere mensen gewoon vermoord. Misschien voelden ze zich toen in Ze hebben de Khaleesi aangevallen. Ze voelden zich toen misschien in een hoekje gedreven. Toen werden ze opgesloten. Nu zitten ze er al maanden. En nu denken ze, als er iemand iets komt, is het tenminste nog interessant. Even kijken of we eruit kunnen komen. Maar dan moeten ze de rest van de serie ook slim blijven, hoor. Daar hou ik ze ja, aan. Ja, dan gaan we streng zijn. Moeten we ook streng blijven, mogelijk zo. Een ander discussiepunt die we maar blijven aanhouden. Podrick, niemand vindt het kunnen dat wij zeggen dat Podrick niet moet kunnen vechten, omdat hij gewoon maar een schildknaap is. Ja, comments zijn het er niet mee eens. Ik blijf erbij hoor, dat hij gedomineerd moet worden. We eigenlijk een hele aflevering toewijden aan die ene scène waar hij met één hand professionele ridders blokt. Op een paard, hè. Ik nog steeds niet mee eens. Heb jij nog wat comments gezien waarvan je dacht van, oh ja. Ja, veel mensen hadden het ook over Tyrion, dat het over een of andere theorie, maar ik snap het ook de theorie, niet. Dat wil ik eerst nog wel even afwachten. Ja, dat gaan we gewoon afwachten. We gaan niet roezemoezen. We hoeven niet te ver op voor te lopen. Ja, we gaan nu aflevering 3 van seizoen 6 bespreken. Ja. En die aflevering opende met de scène waar de Snowman, Jon Snow, werd wakker. Ja, dat hadden we al zien aankomen van de vorige aflevering. Hij is nu echt officieel tot leven weer. En die man stond erbij, kon het niet geloven. Khaleesi kwam binnen, die kon het even niet geloven. Maar ze was niet echt geschokt. Nee. Ze dacht van, oh oké, okay, het is me toch wel gelukt. Waar ging die scène ook weer heen? Ik moet zeggen, deze aflevering, niet de meest leuke aflevering dit seizoen. Naar mijn mening. Ik kan me ook niet veel meer herinneren van de scènes. Dus je moet me een beetje gaan helpen daarmee. Ja, ik weet ook uiteindelijk niet wat het doel is. Maar het was gewoon het doel van, hij is nu levend en dat is het gewoon nu. En hij gaat weer verder met zijn leven. Was dat dezelfde scène waar hij al zijn jas weggaf en zo? Nee, dat is een van de laatste scènes. Nou, de mensen in Discord, al wil jij nog terugkomen op een scène, laat het ons weten. Wij gaan er gewoon even snel doorheen. En wij gaan puntjes aanhalen waarvan wij denken, oh, dit willen we bespreken. Toen kregen we een Sam-scène. Het zet al een beetje de toon voor mij, voor die aflevering. En het was een saaie scène. Hij was gewoon weer schattig. Ja, oh man. Echt... Het voegde niks toe. Ze zetten hem weer een beetje op. Hè. Dan moet je het begin van het seizoen. Dus ze gaan zeggen van, oké, dit gaat hij doen. Hij gaat zijn vrouw naar huis brengen. Die vrouw had een beugel gehad in de tussentijd. Dat viel me wel echt om. Nu was het gewoon echt nog een bijna aantrekkelijke vrouw ook. Een wildling. Het zette wat op, het was saai, hij was schattig. En jij vroeg nog af van, hoe zit het met de Night's Watch? Mag hij gewoon weg bij de Night's Watch? We zijn een beetje vergeten hoe dat zat. Ja. Was hij ontsnapt? Want dan is het illegaal volgens mij. Ja, maar hij heeft toch een gezegd van tot de dood? Dus dan moet hij zich er ook aan houden. Ja, dat dacht ik ook. Dus, maar ik weet wie dat weet. We gaan gewoon eventjes naar deze gozer hier. Super sessie. Ik krijg gelijk zijn kans. Hallo. Hij viel in de smaak bij de kijkers vorige keer. Dus dan mag je het ons weer gaan vertellen. Hoe zit het met Sam? Weet jij dat? Ja, dat weet ik. Kijk nou eens even aan. Zo blij ook. Ja, leuk om er weer te zijn. Hoi jongens. Nou, leuk dat je er bent. Nee, ik ga even beginnen met hoe het zat. Die gasten, die vorige seizoen had je die meester Aemon. Ik weet niet of je die nog kent. Die oude man, die blinde man. Bij de wol, met zijn boeken. Simon was dat, ja. Gewoon een Simon. Die is overleden. Die is doodgegaan door de ouderheid. En hij was de meester, zeg maar, de raadgever van de Night's Watch. Ja. En die is toen hij is overleden, heeft Jon Snow, die toen nog commander was, Sam beveeld van, ga naar Old Town, waar je kan studeren om een meester te worden. Hij heeft dat was wel gegeven. Zat.
om te gaan studeren. Dus hij is wel legit op reis. Oh, okay. Word jij geboeid door Sam? Of, Nee, het is, echt, ik voelde me even misselijk als Sam in die scène. Oké, dan zitten we op één lijn. Even kijken, dan gaan we gewoon door. Want we gaan niet te lang blijven hangen natuurlijk. We gaan door naar... Hier staat... Boomsai. Zo zijn je notities. En het joch. Ja. Die gingen weer in de flashback. Ze gaan Ned Stark vechten tegen een of andere professionele man. Het was mijn goed. Man. Dat is een goede man. Die was neer. En toen gingen ze doen alsof iets in de toren super belangrijk moest zijn. Mij interesseerde het zeer weinig. Ja, ik heb er niet eens meer over nagedacht. Ik zag het gebeuren. Maar en ik keek gewoon weg bijna. Ned Stark wilde zijn zus redden of zo. Ja. Zit die daar niet in de toren? Ik weet het niet. We gaan erachter komen. Eerlijk gezegd. Doet me niet zoveel. Maar gaan we het aan iemand vragen? Of, Nou, ik denk... Ik wil het ook nog niet weten wat er gaat gebeuren. Het heet wel lekker spoilen. Maar we spoilen in de huidige aflevering het liefst. Wil jij een insight? Nee, maar ik dacht misschien... Heeft iemand een idee wie er in moet zitten? Misschien moet het al duidelijk zijn. Want ik kreeg kijken... het gevoel dat ze echt drie keer zeiden van... Oh, de toren. Wat is de toren? Een paar shots van die toren. En dat je daarom moest denken... Ik was niet echt aan het opletten. Toen in mijn man neer werd gehaald, toen lette ik al niet echt meer op. Toen dacht was ik jij van... die minion zakdoekjes aan het pakken, volgens mij? Ja, volgens mij wel. Waar ruiken die ook weer naar? Banaan. Timon heeft minions zakdoekjes die ruiken naar banaan. Waarom zeg je alsof het raar is? Ik zeg niet, nou... Nou, ik ga verder. De beesten zijn gewoon leuk. Khaleesi was gevangen. Die is dus naar al die weduwenaren gebracht. Waar alle vrouwen van... hoe heette die beastmannen? De call... De calls of zo. De call guys. Call guys. Wat gaat er gebeuren? We gaan het uitvinden. Niet echt vragen nog hebben, toch? Nee, ik heb geen vragen. Gewoon niet echt heel indrukwekkend nog een beetje opzetjes. Heb ik allemaal. We kunnen misschien wel iemand vragen of iemand Sam saai vindt. Kijken. We kunnen even tussendoor even vragen. Even tussendoor. Die Menes. Het interesseert mij eigenlijk ook allemaal niet zoveel wat hij gaat doen en zo. We gaan op zoek naar een Sam-fan. Kinkkoning, wat vind jij van Sam? Die gozer is... Heeft het helemaal gehad met Sam. Ja. Die willen echt verder geen woorden meer aan vuil maken. De knikkerbaas natuurlijk dan. Is hij een Sam-fan? Knikkerbaas, ben je een... Ik ben zeker geen Sam-fan. Geen Sam-fan. Geen Sam-fan. Dan gaan we naar Lotte. Er zat wel één iemand die echt van Sam houdt. Even kijken, Malabat. Ik ben een Sam-man. Een Sam, hij is een Sam, man! ik heb de boeken gelezen en in de boeken is hij zeker een mooi karakter, maar in de serie is hij een mythe. Maar oh, dus je bent alsnog geen Sam, man. Oh, je bent niet echt official Sam, man. Jij bent een original Sam, man. Ja, niet van de serie, dat is belangrijk. Hoe is Sam anders in de boeken dan vergeleken met de serie? Want ik heb wel vaker vergelijkingen gehoord, zoals Tyrion. Heb ik gehoord dat die klinkt veel realistischer in de boeken. Daar is hij een gemuteerde man ook echt. En daar had je die verhalen waar hij echt verliefd was op die gozer. Was die hoer, die was... Of prostituee, sorry, Malabart. Ik weet dat jij niet van dat soort uitspraken houdt. Dus dan wil ik ook niet te ver gaan. De prostituee, die is helemaal niet verliefd op Tyrion. En in de serie is hij wel verliefd. En is het gewoon een liefdesverhaal. Het klinkt veel minder aannemelijk of zo. Dus ik weet niet meer waar ik heen ging. Maar Malabart, vertel jij wat het verschil is tussen de boeken Sam en de... Serie Sam. Sam in de boeken is meer zo een compleet raadgevender en een wijzer persoon dan de Sam de serie. Sam is de serie een beetje nutteloos. Hij doet niet heel veel. Ja, hij is wel geinig op zich, soms. Niet geinig. Maar in de boeken heeft hij meer nut in de boeken, want hij zoekt veel meer op in de bibliotheek om te weten komen over de White Walkers en die others en zo. Dus ja, oké, okay, dus meer motivatie. Nu is het gewoon een zielig man die verliefd is. Je weet meer over zijn echtere verhaal, want zijn vader is een heel groot veldheer en we zitten over heel veel legers. Oké, want in de serie heb ik begrepen dat hij dus inderdaad meer een klootzak was. Zijn vader mocht hem toch niet? Dat heb ik begrepen. Ja, dat was maar dacht ik weet het allemaal niet. Maar we gaan verder, want we hebben één Salmon, nog geen Salmon gevonden. Toch, nee, niet geen serie Salmon. Dit tel ik niet als... Nee. Bart, je bent geen Salmon. Je bent original Salmon, maar... Geen Salmon. Maar Piraat Harry? Ja. Ben jij een Salmon? Ja, Sam is wel schattig. Bang. Die hashtag cute. Hij moest spugen. Ja. En ik was precies toen pizza aan het eten. Dat vond ik wat minder. Maar die hashtag. Hoe zit het met die hashtag? Is het een hashtag cutie pie? Of, Ja. Dus we hebben onze eerste salmon op zich gevonden. Dat kan je niet voorstellen. Je wil iedereen even langs gaan over de salmon. Dat vind je wel belangrijk. Ja, wil je die laatste vier mensen... Ja, oké. Dan geven we even een momentje. Royckman, ben je een salmon? Hij is wel sapper op zich.
Hij is sappig, slakkeneter. Wat vind je van Sam? Die gozer is niet scherp. Ja, daar flex. Ben jij een Sammen? Ik vind Sam echt helemaal niks. Nou kijk, dan is het, zit er wel toch een beetje op. Ja, met, ik heb het gevoel af en toe dat ik, als ik Sis kijk, dat ik echt totaal andere mening heb over alles. Maar in dit geval nog wel mee dan. Nou, we zijn veel te lang stil blijven staan over Sam. We gingen naar de boom. Die hebben we natuurlijk even besproken met de toren. We waren al verder. Khaleesi was gevangen. Even kijken. We waren bij... Tyrion zat te babbelen. Die zat te wachten op de molman. De original molman hebben we. Ja, original molman. Die had even geregeld dat... samurai mannen bijna gevonden zijn. Of wie, wie erachter zit. De harpies. De harpies? Ja, de mannen met de maskers zijn toch de harpies? Heet die harpies? We gaan even een super sessie erbij halen. Harpies? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Super sessie, harpies. Ja, ze heet harpies. Ja, ze heet harpies. Oké. Okay. Ze hadden een vrouw die had meegeholpen om de koningin, de Khaleesi, te vermoorden. Die molman heeft erover gehaald om informatie te geven. Bla, bla, bla. Dan zat er Grey Worm nog even. Wil je daar nog iets over babbelen? Ja, ik wil over Grey Worm praten. Want de Unsullied, is het beastleger. Die werd geïntroduceerd als beastleger. Echt... Ze kenden geen pijn. Ze kenden geen angsten. Tepeltje werd afgesneden. Het waren allemaal beast. Een tepeltje werd afgesneden en hij gaf echt geen kick. Dat is echt, ik zat echt te juichen naar mijn tv. Mij en high five aan elkaar. Ja. Dit is ons nieuwe leger. Een paar afleveringen verder werden ze opeens door een paar harpies werden ze allemaal neergehaald en zo. Niemand deze kreeg zijn leider, Grey Worm. En dat is het meest gewoon minkelige goostertje alle tijden. Ik bedoel... Peter, ik wil niet veel zeggen, maar jij zou hem aankunnen in het echte leven. Laten we nou niet overdrijven. Het waren echt van die beasts die echt gewoon opgegroeid zijn met vechten en alleen trainen. Alleen vechten. En dat is echt zo'n schattig gozertje. Ja, dat vind ik echt niet bij passen. Hij ziet er niet eens bijna sterk uit. Hij is zo emotioneel. En hij hoorde helemaal geen emoties te hebben. En nu snap ik wel is dat hij... Is hij verliefd en zo? Dat snap ik wel dat de tv dat per se moet doen. Liever niet. Hij moet gewoon een gevoelloos beest zijn. Kijk naar die mountain. Ja, maar daar hebben ze het onder controle. Als je in de mountain denk je, die gozer is zo sterk. Ja, hij kan iedereen aan. En dan komt de Grey Worm, die hoort super sterk te zijn. En een of ander zielig mannetje. Hij is niet eens groot. Ja, de casting zit over het algemeen wel goed in Game of Thrones, vind ik. Maar ik vind dit echt zo van... Wat gebeurt er? Maar even kijken. We gaan naar Pirate Hart. Die was dat enige niet met ons eens. Ja. Met de Salmon, misschien hier. Wat denk je hiervan? Waarvan? De Grey Worm. Casting. Ik weet niet, ik vind hem een beetje saai. Nee, ja, maar is punt de... niet. Mel is Bassie. Mel is Bassie. Nou ja, het is wel een slaaf, hè. Dat moet je wel onthouden. Het is niet iemand die met de beste middelen heb getraind in de tijd dat hij training had. Maar Mel is Bassie, moet je eens even goed luisteren, mannetje. Toen ze geïntroduceerd waren, stonden daar alleen maar beasts op een rijtje. En ze zeiden hoe goed ze wel niet waren. Misschien was het wel een verkooptrucje. Ja. Ik trapte erin. Ik trapte er ook in. Maar toen het tepeltje eraf werd gegaan... Iedereen kan toch ook zonder hulpmiddelen gewoon gespierd worden? Hij is niet eens gespierd, ja, die gozer. Het zijn beesten moeten het zijn. Wat is dit nou? Ja, maar het is wel zo. Hij is opgegroeid als slaaf zijnde. En het staat er algemeen wel onbekend natuurlijk dat slaven niet het beste leven hebben. Dus ik neem aan dat hij ook gewoon dagen zonder eten heeft gezeten. Dat die... Ja, maar hij is gewoon een klein ventje. Ja. Ik denk dat hij een van de kleinere characters in de hele serie is. Of zou dat meevallen? Zo ziet hij eruit in ieder geval. Hij ziet er echt heel zwak uit. Hij mag toch wel een beetje sterk uitzien. Hij ziet er niet super sterk uit, maar hij... Geen littekentje, niks heeft hij... Glad hij koppie. Is klein, hij is dun, dus hij is snel. Hij ja, maar zo werden ze niet gekocht! Die hebben we niet gekocht! Maar zo werkt het leven toch niet, man? We kunnen wel zeggen, hij is klein en snel, maar dat is in films werkt dat zo. Maar in het echte leven komt een grote gespierde man tegen een klein snel mannetje. Stop hier met zijn man! Go! Go! Fuck him up! Is het niet ook met de UFC dat je die gewichtklasses hebt, omdat die grote beef... Ja, die zijn veel sterker, dat is het hele punt. Of is dat niet het punt? Want anders worden we helemaal kapot. Dat is niet eerlijk. Jawel, dat is het hele ding. Die zijn veel sterker gewoon. Maar jullie zijn nu het echte leven met een serie... Ja, maar wij zoeken naar die puntjes. Mel wegwezen! Ja, echt. Hij geeft ons gewoon gelijk nu. Hè, die viespeuk uiteindelijk. Maar laten we nu stoppen. Dit is het mooie punt van de comments. Die hebben altijd meer tijd om even na te denken, even uit te typen. En dan als ze goede punten hebben. Maar ik vind het gewoon een beetje jammer van die casting. Want er is niks mis met dat character op zich. Want ik zie hem gewoon meer als een beest. Ja, toen in het begin waren het echt... Omdat als hij gespierd was, gewoon, echt gewoon een beest, was het gewoon mijn man geweest. Ben ik eerlijk. Want van alle Unsullied dat hij de leider is. Dat is een scharminkel.
Dit is gewoon een scharminkel. Penisloze scharminkel. Acteur, nog als je kijkt, ik mag je. Je had die rol weg moeten geven. Je had moeten zeggen. Weet je wat? Geef die maar gewoon. De Mountain die heeft toch een masker op. Geef hem een dubbele rol. Geef deze de rol gewoon aan The Rock of zo, weet je The wel. The Rock? Ja, bijvoorbeeld. Dat is een beast. Geef hem aan The Rock die rol. Zo'n People's Elbow ja, erbij. Die ziet er effectief uit. Ja, inderdaad. Kom op nog even. Dan moeten we doorgaan, Timo. We moeten niet van die lange, veel te lange aflevering. Okay, maar nou door. Een persoonlijk puntje is dat dan voor me. Ja, dan hadden we een scène van de Cersei en de Mountain en de Little Birds. Die een of andere, die magierman, die heeft ze nu onder controle. Die Little Birds en weet ik veel wat. Tommen en de Molman. BFF's staat er op mijn papiertje. Ja. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, het ging helemaal verkeerd. Vorige aflevering dachten we misschien dat de King, dat hij nu ook agressief zou, ja, worden, beeld zou worden, wraak zou nemen. Haal die molmannen neer. Nu heeft hij met een molman gepraat en nu gaan ze bijna knuffelen. Ze gingen bijna knuffelen. Ze gingen bijna knuffelen en nu weet ik echt niet waar het ik heen gaat. Ik heb gehoord dat hij hem heeft toegevoegd op Facebook ook. Geaccepteerd. Ja, maar als dat echt is gebeurd, dan is het echt over. Ik ben niet blij met die molmannen. Zijn een van mijn minst favoriete mannen. Maar er is nog hoop, want Cersei zei, de Mountain hoeft maar één iemand neer te halen. We weten nog niet wie ze gaan doen. Want ze zeiden, als we die High Sparrow Molman neerhalen, dan zijn er meer of zo. Gaat die iemand neerhalen? Dat heb ik gemist zelf. Ja. Zelf, ik. Nee, gaat iemand neerhalen. Misschien wel die High Sparrow. En dan heb ik dat weer gemist op mijn beurt. Ja, okay. Laat het vragen. Wil je het niet vragen? Wat er precies mee gebeurt? Kijk, wie wil je vragen? Gewoon iemand die nog niet veel antwoord is. Ja, Disco Lipje dan misschien. Oh ja, Disco Lipje. Wat moet ik beantwoorden? Nee, waar ging het allemaal heen? Wat is precies verteld? En worden ze BFF's? Ze worden BFF's. Dat is een domme vraag. Dat snapten wij zelfs. Ja, maar worden ze echt BFF's? Ja, hij gaat waarschijnlijk tegen zijn moeder keren. Dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Dat zou mooi zijn, toch? Nee! Nee! Mute die gozer. Mute die gozer. Laat Disco Dipje ooit praten. Ik zei toch J-Menes. Ja, je bedoelt al dat stukje met die oude man en de nieuwe koning, zeg maar. Ja, maar wij willen meer weten. Wie ging de Mountain neerhalen? Is dat al duidelijk of is het... Ja, ik weet het ook niet. Cersei zei wel zo van volgens mij dat ze iemand wou neerhalen. Nee, volgens mij was het nog een teaser. Volgens mij was het een teaser. Oké. Anders zeggen de comments het wel, joh. Dan hoef je niet ook druk over te maken, je mens. Anders maakt het zich weer druk. Ja, gaat ze weer druk maken. Dat moet hij niet doen. Dan ga ik gewoon door, want ik wilde hier niet te lang bij je stilstaan. BFF's. Arya, die is niet langer blind. Ik zie het weer prima. Dat boeit me helemaal niks. Dat boeit me helemaal niks. Ook helemaal niks. Maar ik wil best wel voor mensen in de comments die er wel omgeven, dan kunnen we de supersessie nog even op loslaten. Die geeft het wel altijd eerlijk zijn mening. Super sexy. Ja. Boeit het je dat ze weer kan zien? Ja, een beetje. Volgens mij vond hij het wel goed. Ja, hij vindt het wel mooi weer. Ik, de faceless guys, het, ik, voor mijn gevoel, ja, het werkt ik vind het nog niet zo leuk. Naartoe, maar ik heb het nu echt, het boeit me gewoon niet. Maar wat ik me nog wel afvroeg, waarom is die vrouw daar gekomen? Wat was het hele ding? Waarom? Ze had van zijn andere faceless man in het begin, die had haar geholpen. Ja, dat weet ik nog. Daar kreeg ze een of ander kraaltje van of zo, wat kreeg ze. Ja. Die ging ze... Die leidde er of zo op een of andere manier naar die toren. En toen accepteerde ze het leven. Maar ze wilde er ook gewoon bij. Of moest ze erbij. Ik weet niet meer. Dat gaat Super Sessions nu uitleggen. Haar fijn zelfs. Ja, eigen keuze. Eigen keuze. Ik had al lang al gezegd, ik piepen. We gaan jullie me slaan met een paar stokjes. Ja, weg mee. Om wat beters te doen. Ja, maar ze wordt nu een faceless assassin. Hè? Die mensen die kunnen enorm goed killen zonder dat iemand weet wie het is. En ze heeft heel veel mensen die ze wil vermoorden. Dus uiteindelijk wordt het gewoon één grote wraakmachine. En dat is haar doel. Nee, maar hebben zij geen eer of zo? Of zijn het gewoon willekeurige mannen die gewoon iedereen willen vermoorden? Ze hebben als doel om geen identiteit te hebben. Ze willen niemand zijn. Dus eer en al die eigenschappen, die hebben ze niet. Maar dan mag ze dat lijstje dus niet meer hebben? Eigenlijk niet, nee. Oh, Peter, jij bent scherp, hoor. Je bent heel erg scherp. Maar volgens mij vroegen ze dat ook aan haar, hè? Ze ging over dat lijstje praten. Ja, precies. Dus uiteindelijk gaat... was je lijstje en dan... Dus ze gaat het lijstje, vergeten we nu gewoon. Ik dacht ze er alsnog voor ging, uiteindelijk. Ja, dat kan gebeuren misschien. Het zal terugkomen. Misschien was het een prank, zegt ze dan. En dan hoppakeetje. Dat zou heel erg nee zijn. Ramsay heeft de dakloze wildling en Rickon Stark. Oh, die dakloze wildling. Die vrouw. Waarom mag die ooit mee met ze ook? Dat weet hoe was het ook weer? En toen zij werd geïntroduceerd, toen vermoordde ze bijna iemand. Was het joch? Ja, ze vermoordde bijna iemand. En daarna vertrouwden ze haar gewoon voor echt het leven. Blind, ja, toen was ze, hey, je hebt me bijna vermoord. Kom in mijn huis werken, schoonmaken. En nu is echt de BFF. Ja. Het is ook totaal geen slechterik meer. Hoe zit dat, Alexander? Nou ja, het was in dat seizoen
ze moest eerst als een soort van slaaf in het kasteel Winterfell werken. Ja. Ze moest vooral vegen en zo. Maar dat is echt wel heel veel seizoenen geleden. Misschien ga ik ver, maar ik ga het klinkklare onzin noemen. Als iemand mij wil vermoorden, dan ga ik het in mijn huis laten werken. In die tijd wordt hij gewoon gelijk vermoord, gelijk me. Kopje kleiner. Ja. Eén kopje kleiner. Dat is natuurlijk ook het meest logisch om te doen. Maar ik bedoel, ze hebben haar als slaaf aangenomen. En uiteindelijk nam Theon, die nam toen Winterfell over. En toen hebben ze natuurlijk een beetje vertrouwd met hier, neem het kind maar mee. Ja, maar neem dus, het kind maar mee. Je bent een moordenaar, neem hem mee. Nee, ze hebben er langzamerhand ook wel meer vertrouwd. Omdat uiteindelijk, ik weet niet wie het was, het is zoveel seizoenen geleden, maar iemand kwam eraan en zei ze van, Alexander, ja, dit kan eigenlijk niet. Ik wil je niet onderbreken, maar ik ga het toch doen. Geen keus. Zou je dit... heb je geen keus. Ik wil jou niet onderbreken, ja. Timon, maar ik moet wel duidelijk maken dat je een keuze hebt. Wil je dit zelf klinkklaar noemen, Alexander? Want ik wil bijna zo ver gaan om dit klinkklaar te noemen. Ik moet, nou, als je naar de rest van Game of Thrones kijkt, wordt iedereen meestal zonder reden neergestoken. Ja. Deze mag dan toch blijven. Met kinderen. Met kindertjes mee. Belangrijke naar kinderen. Belangrijke kinderen ook nog. Volgens mij wil dus Alexander wil je het zeggen, Alexander. Ik noem het klinkklaar. Ik klinkklaar, bevestigd. Klinkklaar, onzin. Hij durft ver te gaan. We kunnen nog even iemand anders een second opinion geven. Ja. Bijvoorbeeld... Bartje, die heeft er altijd wel wat... Dit is een slimme gozer. Is het klinkklaar of niet? Het is eigenlijk helemaal niet klinkklaar. Oh! Ja, dus ik herinner mij die scène nog heel goed. Als een nerd die ik ben. dus eerst waren een paar mannen van de Night's Watch die waren weggelopen. En ze hadden dan die Osha meegenomen, want zij was een wildling. Ik wil niet onderbreken. Dus, ik wil eerst even weten, wie wilde de dakloze vrouw ook weer neerhalen origineel? Want ik ben het vergeten, het was toch... Dus zij met die mannen wou dan Bran eerst neerhalen en beroven. Ja, het was Bran, ja. Dan heeft Robb Stark die allemaal neergehaald. En dan heeft Osha haar wapen neergelegd. En dan is ze dan... Oh, ja. Hey, mama, ik ben wel geil en ik wil wel wat schoonmaken. En zei Rob Stark van, ja, oké, dan doe ik dat wel. En dan een beetje vertrouwen. Dan was ze zo bij de mede-opvoedster van Bran Stark opeens. Ja, en, ja dat is klinkklaar. Dat is dus het klinkklare gedeelte. Wat is er niet klinkklaar aan? Bart, leg uit wat niet klinkklaar is. Oh, jij wilde me zojuist vermoorden. Hier. Voed mijn kinderen op. Ja. Word mijn tweede moeder. Zij heeft iemand vermoord, dus dat had ze eigenlijk overgegeven. Ja, dus de Starks zijn rechtvaardig, hè. Oh ja, dat zijn geen slechte mannen, hè. Ja, zoek het even uit, man. Sorry, man. Dit is klinkklaar, Bart. Ik respecteer je mening, ook. Bart, maar ik ben nog niet overtuigd. Dat is meer. Dit is wel klinkklaar, hoor. Gewoon, ik vond het toen al klinkklaar. Eigenlijk moeten we één iemand nog... Nu is het 1-1 in tussenstand. Laat één iemand even zeggen, gewoon klinkklaar of niet klinkklaar. Harry moet het doen. Ja. Klinkklaar? Klinkklaar. Definitief klinkklaar. Niet te lang over doorgaan ook. Laat het weten in de comments wat jij vindt. Ja. Dan gaan we door naar... het laatste puntje. Oh nee, niet. We hebben er nog helemaal niet echt over gesproken. Een of andere coole man die veel te veel het woord fuck gebruikte. Die zei van, hier heb je. Ik ben cool. Maar chill. Nice. Hier heb je Rickon Stark en dakloze vrouw. Ja, dat zei je dus. Dat duidelijk kwam op de... Maar we hebben daar nog een mening over. Het ene joch is echt... Ik was helemaal vergeten dat hij bestond. Ingehaald ondertussen. Hij was 3 jaar toen hij in beeld was. Nu is hij echt een gespierde volwassen gozer alweer. Ik weet niet hoe snel die mensen opgroeien. We aan te kijken. En we dachten, wie is die gozer? Zaten we eerst nog even een uurtje toen te kijken. Toen zei de coole man voor de zekerheid nog even... Dit is de 4-jarige joch van vorig seizoen. Maar goed, ik heb niks met die kinderen. Voor mij mag hij neergehaald worden ook. Zo. Maar waarschijnlijk gaat Jon Snowman gaat hem bevrijden. Oh ja, dat was wat de comments heel veel zeiden. En ze hinten er wel een beetje naar. Moet ik eerlijk zijn in de aflevering. Ja. Als je sterft en je wordt wakker, dan verlies je iets van jezelf. Dat is vaker gezegd. Maar daar hebben we bij Jon Snow nog niet veel van gemerkt. Die werd wakker en die was... Ik ben bang dat hij veranderd is, dat hij nog aardiger is geworden. Hij is nog aardiger geworden. Hij is nog aardiger geworden. Maar hij teaste wel een beetje... Of je zichzelf was. Dat is vroeger toch. Hey, ben je wel jezelf? Geinig. Superman. Hij deed gewoon alles. Dus hij is dood geweest. Een beetje respect. Toen kwamen we weer terug om het cirkeltje rond te maken bij Jon Snow. En die hingen die mensen op. De slechterikken. Ja, dat joch. Dat voelde wel goed. Hè, toen hij het joch ging neerhalen. Dat wurmenkoppie. Dat wurmenkoppie. Dat ene joch met het wurmenkoppie die Jon Snow heeft neergestoken. Je weet, ik heb niks met Jon Snow. Die gozer met dat wurmenkoppie. Die ging wel neer en het voelde wel goed. Er kwam net nutteloos in beeld. En toen irriteerde ik mezelf al aan die gozer. Ja, en dat was het. Ik weet niet, we kunnen nog wel... En Snow, die ging uit de Night's Watch.
Die is kapte ermee, weet je wat? Maar, oh ja, was de Night Watch nu helemaal over? Of dat gaat die andere BFF verder ermee? Dat weet Super Sexy wel. Ik heb geen idee. Dus je weet niet of de Night Watch gestopt is of gewoon dat alleen Jon Snow weg is? Ja, het zijn inmiddels de boeken voorbij, maar ik denk dat alleen Jon Snow gestopt is en dat hij de Wildlings meeneemt naar Winterfell. En dat het daarbij ophoudt dat de Night Watch, ja, zoek hem maar uit. Ja, ik denk ook dat die ene man gewoon de leider van de Night Watch is geworden en dat hij ermee stopt, want hij is neergegaan en weet je wat, ik kap hem mee. ABC, kappen mee, zei hij volgens mij ook. Ja, waar is ook zijn coole woorden. ABC, kappen mee. Dat is met Jon Snow ook, hè. Jij ja. Mennis, heb jij nog iets toe te voegen? Of wil je ergens op terugkomen? Nou, dat ene stukje vond ik nog wel interessant. Dat ze zeg maar terug in de tijd waren met die boomman. Dat zijn vader hem nog hoorde. Dat vond ik op zich nog wel interessant. Wat tijd precies inhoudt in de wereld. Ja, precies. In Game of Thrones, zeg maar. Het leek me een beetje denken aan Interstellar of zo. Maar wat vind je van die boomman zelf? Hij heeft gewoon een pyjama pakje en hij zit niet eens vast in die boom. Hij doet veel te wijs inderdaad. Hij had er ook over dat die takken helemaal om hem heen waren gegroeid. Zijn handjes hingen zo los. Oh, hij zit er super strak bij. Ja, ik vind het mooi geweest. Ja, ik ben dit ook klaar mee. Dit is hem, Timon. En wil je nou meebabbelen en ben je geen subscriber op twitch.tv/lekkerspelen? Doe dat dan in de comments. We lezen het altijd en er wordt goed gediscussieerd. Ik vind het mooi. Ik vind het altijd leuk en gezellig om te doen. Volgende week doen we het dan ook gewoon nog een keer. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en ABC kappen mee.